uitrusten hoor. Nou, je had het al gezien, hè? RS6 meegenomen. Hadden we al een keer gehad. Dus eigenlijk doe ik dit speciaal voor Ruben. Die wilde deze auto nog eens een keer op video zetten. En mooi op video zetten, want de vorige keer die handicap. Ja, dat was natuurlijk niet helemaal. Speciale sepang blauwe kleur. Die knalt er als het ware uit. Echt fantastisch mooi. 20 inch velgen. Uitgeklopte wielkasten voor en achter. Ja, ook de achterkant is natuurlijk onmiskenbaar RS6. Nou ja, het logo zou je eraf kunnen halen, maar dan nog, hij is zoveel breder. En dan die uitlaten in die achterbumper met diffuser. Ja, geen twijfel over mogelijk, dit is de dikste A6 die je kunt krijgen. En eigenlijk misschien wel de dikste Audi op dit moment. Het is ook gewoon wel dikker, met een hoop lucht inlaat. Ja, dat moet ook wel. Dan in vooronder V10, 2 turbo's, 580 pk. Het meeste wat ooit in de Audi heeft gezeten. Ja, ik ben alweer een beetje uitgerust, dus ik denk dat we gewoon even die paardjes moeten gaan uitlaten. Wat Audi doet met die RS-modellen is eigenlijk wel bijzonder. Is dat ze eigenlijk altijd BMW en Mercedes en eventuele andere concurrenten compleet buitenspel zetten. Ze gaan gewoon er vet overheen qua pk's en prestaties. En dat is eigenlijk nu ook weer gebeurd. Als je deze auto vergelijkt met een M5 Touring of een E63 Station. Nou, dat zijn natuurlijk hele competente auto's. Als je daarin stapt dat je absoluut helemaal flabbergasted bent over de snelheid. Zet je deze RS6 ernaast, dan is die gewoon veel sneller. En niet een beetje, maar gewoon echt veel sneller. Door die twee turbo's heeft hij gewoon altijd die kracht. En als bijvoorbeeld bij een M5 is dat wel eens anders. En dan kan je nog wel eens in de versnelling zitten dat je denkt, oh, dit is niet helemaal handig. Een ander groot verschil natuurlijk met de genoemde concurrent is dat de Audi heeft vierwielaandrijving. Het befaamde quattro systeem. Ja, dat heeft zijn voor- en zijn nadelen natuurlijk. Het nadeel is dat je met de RS6 niet makkelijk even een driftdagje mee gaat doen. Nou, hij brengt echt wel een beetje uit als je vol op de gas gaat. Maar met een M5 of een E63, je hoeft maar naar het gaspedaal te wijzen als het ESP uitstaat. En je gaat achterstevoren. Bij deze auto natuurlijk niet zo. Aan de ene kant misschien een stukje klinischer, maar aan de andere kant ook een stukje veiliger. En dat maakt dat het veel bruikbaarder is. In Zwitserland ook wel eens een vrouw, notabene, een vrouw in een vorige generatie RS6 tegengekomen. Bovenop de berg, op winterbanden, op een besneeuwde pas. Ja, dat is ook wel de kracht van deze auto. Het kan gewoon allemaal. Is de RS6 daarmee een saaie auto? Nee, absoluut niet. Het is eigenlijk een supercar in een station verpakking. Alleen als je een Zonda of een Bugatti Veyron tegenkomt, ja, dan moet je je zorgen gaan maken. Je zegt, nou, weet je wat, deze strijd ga ik er even niet aan. Om je een gevoel te geven bij hoe snel deze RS6 is. Nou, 0 tot 100, 4,6 seconden. 0 tot 200, 14,9 seconden. Nou, wij tikten 290 aan op een vrij drukke autobaan. Hè? Even een gaatje tussendoor. En toen had hij eigenlijk nog over. Toen had ik eigenlijk gezegd, shit, we hadden gewoon een 300 kunnen halen. Als dat ding onbegrensd is, dan gaat hij dik over de 300 heen. En sterker nog, als je een beetje een leuke woon-werkenroute hebt, dan ga je dat gewoon iedere dag rijden. Zo makkelijk rij je daar naartoe. Even demonstreren, we rijden nu 60. Vol gas. Ramen. 100. 120. 140. 60. Rijbewijs kwijt. En 200. Hebben jullie meegeteld? Ik niet. Ik was te druk bezig om een beetje medeweggebruikers te ontwijken en zo. In zekere zin is de RS6 gewoon out of this world, omdat je veel te makkelijk gewoon 160 rijdt en dan denkt van ja, waarom rijdt iedereen zo lang? Maar het heeft ook met de rust in de cabine te maken. Als je niet aan het jagen bent, ja, dan is het gewoon allemaal heel relaxed. Je hebt een automaat en je zit eigenlijk wel lekker in die sportstoelen. En de vering is natuurlijk wel een beetje hard, maar knalhard. Dus dan heb je helemaal het gevoel dat je met zo'n enorme supersporter onderweg bent. Het gaat allemaal zo makkelijk. Een beetje gevaarlijk is dat wel. Je rijdt al een A6 vanaf 43.000 euro. Alleen deze RS6 is gewoon bijna vier keer zo duur. Zo'n 166.000 euro. Ik kan er een paar opties op gooien. Zoals bij deze testauto komt er 178.000 euro uit.
Nou, daarmee heeft Audi misschien wel het breedste palet aan prijzen binnen één model. Want dat is natuurlijk ja, factor 4. Dat is bizar. Het is een auto met twee karakters eigenlijk. Je kunt hem probleemloos aan je moeder meegeven om even boodschappen mee te gaan doen. Want het is, is ruim genoeg, praktisch genoeg. En als je met enig beleid rijdt, dan gaat het allemaal prima. Aan de andere kant kun je in de verleiding komen om je zo hard mee te knallen. Zo'n bocht afkomt met 210, denk ik, nou, dat ken je niet. Dan eindig je ondersteboven in een greppel. Koop de RS6 alleen als je genoeg zelfbeheersing hebt. Want anders kost het je 170.000 euro en minstens één keer je rijbewijs.